Nou. Goedemorgen mensen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag alweer dinsdag. En ik heb gisteren niet gefilmd, want het komt omdat ik nog steeds druk ben met mijn opdracht. Hij is nu af, gelukkig, want we gaan vanavond weer, gaan we weer naar Vlissingen en dan gaan we er weer aan werken. Ik heb vanochtend nog eventjes 2 gesprekken gehad en gisteren veel. En het is prachtig weer buiten. Dus ik ga nu nog eventjes lekker zo'n stuk eindeloos fietsen. Kijk nou wat voor prachtig weer het is. Ik moest net ook niezen. Ja, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dat komt door deze vriendin. Het is nu... Ik heb mijn klok stilgezet vanwege het luiden van het geluid. 3:15. Goed. Dus wij zetten hem op 3:10. Dus wij zetten hem op 3:10. 3:10. Waarschijnlijk is het in het echt beter te zien hoor. Maar doordat de zon achter hun schijnt, geven hun snaveltjes en pootjes bijna licht. Zo fel oranje. Vanuit de fiets in vliegende vaart met de benenwagen naar mijn ouders. Het is weer dinsdag en dat betekent, niet iedere dinsdag, maar toevallig gaan we dus nu weer naar Dockwise. Ik heb de afgelopen weken dus weer hard gewerkt aan mijn opdracht. Met weer bijzondere leuke conclusies waar ik op verder kan. Ik heb nu mijn eigen visitekaartjes. Hoe leuk is dat? Kijk. Die. Het lettertype had iets groter gekund. Die ga ik aankomende vrijdag meenemen. Want dan ga ik naar een symposium. Ik ben daarvoor uitgenodigd. Het gaat over van prematuur tot puber. Of van prematuur tot adolescent. Het lijkt me een mega interessant symposium. Er zijn ook mensen bij die ik ken. Het premature wereldje is klein. Ik kan echt... Nou, ik zou zeggen nauwelijks met woorden kunnen omschrijven wat dit uitzicht met mij doet. Dit staat voor mij echt voor eindeloos fietsen. Je gedachten kunnen ordenen. Niet aan de tijd hoeven denken. En genieten van het uitzicht. Ik heb hier echt een hele winter naar uitgekeken. Om dit soort dagen weer te hebben. Dit gevoel wat ik nu heb. Het tijdloze. Het vrij zijn. Het doorbreken van klachten. Van in mijn geval dus mijn vermoeidheid. Tot niet zo lang geleden zou ik na een drukke dag de dag daarna niets hebben gedaan. En nu ben ik lekker aan het fietsen. Geniet ik van mijn vrijheid. En van het prachtige uitzicht. Het gaat waarschijnlijk niet alleen om het feit dat ik hier sta met mijn fiets met dit uitzicht. Maar het zal veel meer gaan voor mij over de vooruitgang die ik heb geboekt. En die ik op dit soort momenten echt kan voelen. Het is een beetje chaos hier. En dat komt omdat ik mijn toilettas aan het inpakken ben. Omdat wij zeer waarschijnlijk vanmiddag redelijk onverwachts... weggaan. Ik heb komende vrijdag een symposium en daar was ik uitgenodigd en nu is er iemand uitgevallen waardoor ik de opening mag doen. Dus ik mag echt niet te laat komen. En het is nogal lang rijden, dus mijn mama en ik hebben nu bedacht om vanavond al weg te gaan zodat we morgen sowieso op tijd zijn. Maar dan moet ik even mijn tas inpakken en zo meteen weer vrijwilligerswerk bij de duinen. Dus een beetje chaos hier. Hoe laat is het nu? Bijna 11:15. Dat betekent dat ik over een half uur alweer bij de duinen moet zijn. Dus over een half uur moet ik helemaal klaar zijn.
Dit heb ik dus heel vaak, hè. Dan bedenk ik, misschien is het makkelijker om het sowieso te doen. En vervolgens doe ik het niet. Waarschijnlijk kom ik er straks achter dat het makkelijker was om eerst mezelf klaar te maken en dan mijn toiletten in orde te maken. Maar dat doe ik niet. Ik ga eerst mijn toiletten in orde maken en dan mezelf. Dus als ik mijn tandenborstel wil inpakken, moet ik eerst mijn tanden poetsen. Als ik mijn tanden wil poetsen, moet ik eerst mijn wasbak opruimen. En als ik mijn wasbak wil opruimen, dan moet er ruimte zijn, dus moet ik nog meer opruimen. En als ik nog meer moet opruimen, dan heb ik geen tijd meer om op tijd klaar te zijn voor de duinen. Error. Dit gaat error in mijn hoofd. Dit heb ik. Moet ik heel vaak. Ik weet het echt niet meer, jongens. Waar moet ik nou beginnen? Ik zie ook allemaal nog andere dingen die mee moeten. Oh ja, dat moet ook nog. En dan ga ik daar weer mee verder. En denk ik, oh nee, ik was bezig met opruimen. En dat doe ik om mijn tanden te poetsen. Dan moet ik straks na het opruimen niet vergeten dat ik ook nog mijn tanden moet poetsen. Au. Ik heb zelfs mijn eigen naambadge. Ik vind dat zo leuk. Ook als ik naar verschillende symposia ga, dan neem ik voor zover dat mogelijk is altijd mijn naambadge mee. Gewoon als herinnering, als aandenken. En deze doe ik iedere donderdag op als ik weer naar de duinen ga. Nou, dat is hier dus letterlijk... Het is daar. En dat is tegelijkertijd de valkuil. Want daarmee denk je al snel, oh, het is zo kort, dat red ik wel. Soms kan je iets verder van je bestemming afwonen, zodat je zeker weet dat je op tijd bent. Oeh. Zo. Ik liep bijna die deur uit mijn handen vallen. Hallo zeg. Wacht even, ik kan beter zo lopen. Dat is iets korter. Nou, het is inmiddels 14:15. Hallo. Ik ga nog even mijn huis verder in orde maken. En dan ben ik klaar in principe om weg te gaan, denk ik. Ik hoop wel dat ik vanavond nog naar de bootcamp kan. Dat we niet zo vroeg weggaan dat dat niet meer lukt. Want vanavond is de laatste bootcamp. Dennis gaat ermee stoppen. Ik heb ook een merci voor hem gekocht. Zin in? Ja, ja hoor. We gaan even een lesje van maken. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, opa, die gaat we gaan helemaal niet trainen hoor. Feestje. Ja. Alleen dan gaat je feest van even doen. Wat is het? Ik weet niet meer. Oh, wat leuk. Oh, het is chocola. Dan wil ik winnen. Dat je voor ons zo vaak een fijne bootcamp hebt verzorgd. Ja. Maar dit wanneer ik hebben. Alsjeblieft. Ik ga wel deze doen. Ja. Ja, chocola. Jij geeft ons chocola. Oh, ik ga chocola. Er is veel meer chocola. Snel naar huis gereisd. Nu ga ik even snel douchen, me omkleden en dan kunnen we op weg naar Ede. Ik zal nog eens even een mini rondleiding geven van The Day After. En het allerleukste van deze kamer. Oh. Is mijn vader. Ja. Het
bent, Amber. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, geboren met 24 weken en 6 dagen. Nou ben je dus 25 inmiddels. Waar ben je zo al tegen aangelopen? Wat je kunt relateren aan de vroege geboorte? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Omdat die dingen waar ik tegenaan loop, het is nog niet 100% bekend of dat door die vroege geboorte komt. Maar goed, als ik heel veel prematuur spreek, dan is er overlap. De overlap zit in moeite hebben met prikkelverwerking, een lage belastbaarheid, laag energieniveau. En waar ik ook nog eens tegenaan loop, is dat ik moeite heb met automatiseren, logisch nadenken, oorzaak en gevolg zien. En dat zit eigenlijk verweven in heel mijn dagelijks leven, wat maakt dat ik eigenlijk met alles een beetje extra hulp nodig heb. En je woont ook begeleid, begrijp ik dat goed? Ja. Wat voor dingen heb je hulp mee nodig dan? Eigenlijk alles wat voor iemand anders logisch is, vind ik vrij lastig. Want tegelijkertijd zie ik op Instagram en op Facebook en op andere platforms online dat je bijna een soort imperium runt. Klein meisje maakt een reisje, is jouw werknaam. Hè? En je bent echt aan de weg aan het timmeren en dat gaat dan wel. Gek, hè? En ik mag voor mezelf dan accepteren, en daar ben ik nu mee bezig, dat dat zakelijk gezien dus wel kan, maar privé niet. Ik heb vandaag een Napoleonnetje gegeten, dat ronde snoepje. Ja, zuur hè? Oh, nou dat weet ik eigenlijk niet. Dan gaat mijn mond zo van bloeden. Oh. Mijn tong en mijn gehemelte. Oh. Mijn wondjes nu. Ja, dan moet je dat dus goed onthouden. Daar gaat het nog wel eens mis. Ja. En we hebben vandaag gehoord dat dat hoort bij prematuriteit. Ja. Maar dat wisten we al, hè. Wij wel, maar het is nu ook bewezen. Mm-hmm. Mocht jij nou meer informatie willen, of wil jij informatie over of ik misschien iets kan betekenen voor jouw symposium, of heb je een mooie samenwerking, of wil je misschien een ontmoeting plannen of een gastles van mij? Dat kan allemaal. Kijk dan even op mijn website. Die staat in de link. Kleinmeisjemaakteenreisje.nl. Daar vind je alle informatie. En kun je me boeken als je zoiets hebt van die vind ik interessant, die wil ik erbij hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dag! Oh, daar gaat een Ambertje achteraan. Ze gaan te snel. Wacht op mij. Nou, daar. Oh. Mijn bloemen zijn een beetje uitgebloeid. Er viel een blaadje vanaf en daar schrok ik van. Hè? Huh? Wat? Hallo. Oh, hallo. Zo beter. Goeie! Die ligt hier niet. Je hebt hem net nog gehad. Broekzak. Komt dan niet allemaal op de video, hè? Nou, misschien in de bloopers of zo. Die dingen waar ik gewoon jarenlang tegenaan heb gelopen. Oeps.